Wie kent die noten niet, hè? Wereldberoemd geworden dankzij 2001 A Space Odyssey van Stanley Kubrick. Een film die ondertussen 50 jaar oud is, maar nog altijd visionair. Al is het maar om de prachtige beelden die vandaag geshoot zouden kunnen zijn. Of om bijvoorbeeld HAL, de artificiële intelligentiecomputer, die niet wil dat hij uitgeschakeld wordt door Dave. En dat is soms een beeld dat vandaag heel dichtbij lijkt te komen. I know that you and Frank were planning to disconnect me. 50 jaar oud dus, 2001 A Space Odyssey. En we vieren die film dit jaar bij Filmfest Gent met een concert rond filmmuziek die geschreven is voor films die de ruimte ingaan. Nu, het verhaal van de filmscore van 2001 A Space Odyssey is op zich een echte soap. Stanley Kubrick had aan Alex North, waar hij al mee had samengewerkt, gevraagd om een score te schrijven voor zijn film, gebaseerd op de klassieke muziekstukken die Stanley Kubrick gebruikt had voorlopig, hè, om op te kunnen monteren. En Alex North had dat gedaan, heeft echt een mooie score geschreven, had zich uit de naad gewerkt. Maar Stanley Kubrick heeft helemaal op het einde beslist om de originele klassieke muziek die hij gekozen had te gebruiken voor de film en de muziek van Alex North volledig te ditchen. En Alex North heeft dat pas ontdekt bij de première van de film. Dat moet een geweldig creatief trauma geweest zijn. Nu, op het concert op 18 oktober gaan we een uniek experiment doen. We gaan de klassieke muziek die Stanley Kubrick gebruikt heeft voor een aantal scènes spelen. En daarna gaan we op diezelfde scène de muziek spelen van Alex North. En dan is het aan jou om te beslissen of jij vindt dat Stanley Kubrick de juiste keuze gemaakt heeft.